Ho. Hey, idioot. Hey, dames en heren. Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik begin de dag vandaag met een heerlijk kopje chocolademelk. Bumper die begint vandaag de dag met een heerlijke maaltijd. Goed zo, jongen. Eet smakelijk. Geniet ervan. En Deetje begint vandaag de dag met een kopje thee. Ja. En je hebt je verse kerstrui swag weer aan. Ja. Ook al is die van Quinn. Hij staat mij beter. Oh, vind je? Ik bedoel, helemaal goed. En ik heb mijn knolpauwen trui aan. We gaan er weer een leuke dag van maken. Dus geniet ervan. Even lekker tanken! De rit naar huis was echt ongelooflijk zwaar, want het regende enorm hard, het waaide ontiegelijk hard en het is enorm grijs buiten. En dat is ook de reden dat we serieus de kerstboom aan hebben gezet met nog twee andere lichtjes, ook al is het serieus gewoon vroeg in de ochtend. En dat laat ik nu ook maar eventjes zien, want nee, ik neem geen vodka, ik neem heerlijk mijn bakje koffie mee. Ja, ja. Dedy is ongelooflijk goed bezig om alles op te ruimen. Ja, de vuilniszak, het is echt super stom. Maar moet je kijken hoe vol die zit. Ja, dat kan eigenlijk niet. En de koelkast, die is net ook... Oh, Dedy. Koelkast, hij klemt niet goed. Nee, klopt. Die koelkast die klemt niet goed. Dus als je hem dicht doet, dan kan je niet zo tuk, want dan blijft hij een stuk openstaan. Je moet hem echt keihard aanduwen. Dus dat is een beetje vervelend. Dat zijn de minpuntjes van mijn huis hier. Maar ik heb een heerlijk bakje koffie en die ga ik hier neerzetten. Ik moet inloggen op mijn computer, zie ik. Maar wat ik ook nog eventjes moet doen is nieuwe blaarpleisters op mijn enkel doen, want ik heb er heel erg veel last van. Ik loop nu als een debieltje, een beetje. En je moet mij helpen. Oh. Ik ga D helpen. Ik krijg het er niet uit. Genoeg te doen vandaag. Boeja, daar ben ik weer. Oh, wat is dat heerlijk, hè? Dat ik dan gewoon een uur bezig ben met bewerken en dat jullie er gewoon niks van meekrijgen. Dat jullie gewoon in één keer weer na die prachtige... in één keer weer mij zien en dat ik allemaal weer gekke dingen ga doen. En wat er nu gaat gebeuren is het volgende. Dedy gaat me even mijn blaarpleister erop doen. Aangezien ik gisteren echt een grote faal had gemaakt door gewoon het niet goed te doen. Ga Dedy nu laten zien hoe je het wel moet doen. Daar is mijn fucked up blaar. Verpleegster D. Het is al de tweede keer dat je verpleegster speelt in mijn vlog. Misschien moet ik zo'n pakje voor je halen. Dat zou je nog wel sexy staan, denk ik. Nee, oh. Oh. Au! Hai kop. Ja, ze trekt dat er vanaf, zoals het hoort. En je ziet bijna niks. Ja, maar hij is niet... Wonderen D. Je hebt wonderen. Terecht. Juist, dankjewel voor het afmaken van mijn zin. Oh, dan gaat mijn sokje eroverheen. Het is zo fijn als iemand je verzorgt. Maar dat is ook zo met als je ziek bent. Als je ziek bent en je bent alleen thuis en niemand kan wat voor je doen. Dat voelt gewoon kut. Laten we gewoon eerlijk zijn. Weet je wat ik nog heel goed weet? Nou? Dat toen jij had oorontsteken en je was er echt heel ziek van. Ja, dat was en echt toen moest ik die dag op vakantie. Dat was echt zielig. Dat was echt zo vervelend. Ja, toen moest je met 4 tassen naar huis, nog helemaal naar Assen terug. Ja. Toen vond ik dat zo zielig voor jou. Alleen 5 dagen later kwam je ook naar Spanje. Maar toch laat ze me dan in de steek, echt gewoon kut vrienden. Grapje. Nee, ze ging lekker naar Spanje, dat snap ik heel goed. Ik bedoel, je gaat dan niet zeggen van, joh, nee, ik ben thuis. Moet niet tegen papa en mama zeggen, nee, we moeten 4 dagen later gaan, want Enzo is nog ziek. Dat kan niet. Nee. Nou, dat was wel echt heel erg vervelend. En dat was echt zieke oorontsteking. Ik had er echt heel veel pijn aan. Dat was heel vervelend. Ja, ook in Spanje nog. De eerste dagen kon je ook helemaal niet zwemmen. Ja, en het was zo dat ik vond vliegen nog heel erg eng. En toen had ik ook nog oorontsteking. En toen kreeg ik allemaal verhalen van... Ja, je mag helemaal niet vliegen als je oorontsteking hebt. Het kan goed fout gaan. En ik denk, ja, dan heb ik wel weer een leuke titel dat er iets fout gaat. Maar... Yes, ik heb mijn schoenen aan. Dus ik dacht, jij gaat dood of zo? Nee, nee, ik heb geen kind uitgepoept, dus dat ook niet. Je zat serieus te kijken zo. Ik dacht dat er iets een beetje schoen was. Nee, wij gaan er vandoor. Doei. Hondenopvoeding en gedragstherapie. Maar als je een hond hebt met psychische problemen. Dee, kom eens terug, waar ga je heen? We gaan met de auto. Oh, dat is uw auto. Welke, die? Oh ja, ik dacht dat mijn auto was. Ja, sorry, maar ik ben vol. Oh, je zit vol. Heb je mee gewild? Ja, graag. Heel graag. Ik heb lekkere koffie. Ik heb koffie, ik heb hapjes. Ja, hij is geweldig, hè? Ja, hij is mooi. Hij is geweldig. En met zijn jas heeft u aan. Kijk eens aan. U bent... Brommer dingetje. Hoppakee. Overal. Je komt overal. En droog. En droog. En droog. Heeft u ook een dikke muziekinstallatie? Nee, heb ik niet nodig. Ga ik een keer voor je regelen, ja? Hey, doei, ja! Hoi!
Ja, heel erg jammer. Fucking geniaal. En zo maak je vrienden. Daar heb je hem. Hey! Daar heb je hem. Hallo! Ja, hoe gaat het? Jij hebt de opschudding bij die aankomsting veroorzaakt. Ja. We hebben er nog last van. Oh, nog steeds? Ja. Maar dat is niet mijn bedoeling. Ja, loop je nou de hele dag zo? Ik loop de hele dag te filmen. Oké, nou, succes. Dankjewel. Ja. Hoi. Ik heb nog meer vrienden gemaakt, zoals je net zag. En wij zitten nu heerlijk romantisch met z'n tweeën een appelflap te eten. En gewoon heerlijk te genieten van het geluid van het regen op mijn raam. Heerlijk. Heerlijk. Oh. Ho. Hey, idioot. Ze schoot gewoon uit. Hey, joh, idioot. Deed je? Ja. Oh. Mag ik een gratis oliebol? Ja, je mag een stukje. Een stukje, ja, precies. Lekker. Nu gaan we boodschappen doen. Al wil je een kar halen? Nee, eerst naar de visboer. Oh, naar de visboer. Oh, we gaan naar de visboer, mensen. Dat wist ik niet. Hebben jullie ook school? Ja. Mag ik er twee? Twee scholen? Ja. Wil je een gebakken hebben? Ja. Gebakken school. Oh. Ziet er wel gewelddadig uit, hoor, mensen. Zo, die vissen met die kop nog erop. Brrr. Dedy heeft weer een prachtig boodschappenlijstje gemaakt. Het is echt super ouderwets. Volgens mij zijn we echt een van de weinigen, want ik zie niemand met een boodschappenlijstje. Echt wel. Oh, nice. We zijn niet de enige. Oké, yes. Gelukkig. We hebben al aardig wat dingetjes gehaald. En vanavond gaat Dee ontzettend lekker koken, heeft ze mij verteld. Ja. Dus ik heb nu al er zin in. De boodschapjes zijn alweer uitgepakt. En ik sta hier in mijn hemdje, omdat ik serieus het warm heb van de boodschappen uitpakken en alles opruimen hier. Want het was een troep, maar nu is alles opgeruimd. En ook mijn kast... Mijn hele kast ziet er weer strak en netjes uit. Hier heb ik weer alle ruimte om straks ook lekker een Minecraft video op te nemen. En Dedy is alvast begonnen aan het avondeten, de voorbereidingen. Ik dacht altijd van, oh, als je gaat avondeten, half uur koken en klaar. Maar bij Dedy is dat anders. Komt ook omdat je dan veel lekker avondeten hebt. Maar die doet alvast heel veel voorbereidingen. Zodat ze niet hoeft te stressen bij s'avonds. Maar dat ze nu gewoon alvast wat kan doen. En dan s'avonds de laatste puntjes op de i. En nu ben je bezig met? Dit. En wat is dat, dit? Wil je het allemaal weten? Nou, ik wil wel weten wat dit is, ja. Een sausje. Een sausje? Ja. Dus ik kan wel even zo doen? Ja, dat kan. Dat is een lekker sausje. Dit is ook lekker. Wil je het proeven? Jawel. Weet je zeker? Nee, dat is citroensap, toch? Ja, maar het is niet zo heel sterk. Ik wil eerst één stukje. Als je dit hele flesje leeg drinkt, krijg je vanavond taart. Nee, ik wil wel een stukje op mijn vinger. Wow, dat is wel een aardig stuk. Neem snel, dan valt het bijna een druppel. Oh, ik had wel erger verwacht, moet ik zeggen. Het is wel zuur, maar op zich niet zo heel erg zuur dat je echt zo... Oh, ik vind dat wel. Ik kan daar niet zo goed in. Oh, doe jij eens dan. Maar, als je door moet slikken is het erg. Op zich valt het dus nog wel mee. En ik had het laatst over een sleutelhanger die ik van een kijker op mijn sleutelbos ga doen. En dat is deze geworden, dames en heren. Het blauwe duimpje omhoog. Dus ik heb gewoon een nieuwe, een vervanger. Dus laat ik die er maar op gaan doen. Tadaa, het is helemaal gelukt. Weet je waar ik wel even zin in heb? Om een goud ei uit te proberen. Want straks zijn ze niet meer goed en dat zou zonde zijn. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Nee, vang het gouden ei. Nee, die gooi. Oh, dit is eigenlijk best wel sneu, want deze ziet niet zo goed in het donker. Dus als ik doe alsof ik het naar haar toe gooi, dan word je helemaal een beetje gestrest. Dan moet ik dit mooie ei natuurlijk gaan pellen. Ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Wat ben jij trouwens aan het doen? Oh my god, had dat dan gezegd? Nee, jij neemt een gouden ei nu ook. Om nom 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 nom. Kijk, dat is het leuke aan een vriendin, hè. Die regelt gewoon dit soort dingen. Anders had je dit nooit gehad. Ja, ik denk dat dit ook meer een soort van meisjesding is. Ja, net zo met de verlichting die dan aan wordt gezet en de kerstboom. Maar jij hebt van mama geleerd. Die heeft jou dat meegegeven. Ja, als we dat thuis dan ook hebben, wil ik dat hier ook. Anders voel ik me niet thuis. Zodat er een gezellige sfeer is. Ja. Oh shit, ik deed het niet zoals ik het laatst liet zien hoe het moet zo.
Oh, wat omschoft. Nu zit DM onder de vieze bacteriën. Nee, maar weet je nog serieus toen ik een keer... Soms voel je het niet, echt niet aankomen. En ik was aardappels aan het schillen. Maar soms een pan aardappels. En nee, ik voelde hem niet. In één keer kwam hij er zo vol in de pan aardappels. Maar gelukkig werd die pan nog gekookt. Dus dan kook je de bacteriën een beetje eruit. Dat is waar. Maar het was wel raar. Daar gaan we. Nu ga ik dat trucje weer even aan jullie laten zien. Die ik volgens mij al een hele lange tijd niet meer heb gebruikt in mijn vlogs. Je haalt een klein stukje open. Je doet de lepel eronder. En dan kan je heel makkelijk zo het schil van de ei weghalen. Kijk, doe je zo de lepel eronder. Hopsakee. Ram, papapapam, papapapam, papapapapam. Je hebt een taart gemaakt. Die ziet er lekker uit. Maar hij moet eerst in de koelkast. Hoe lang moet hij in de koelkast? 2 hours. En dan? Dan is het ontplofs. Ik hoop het niet. Koelkast, net schoongemaakt. Ja, door mij ja. Sst. Nee, dan is de mosu hard en dan kunnen de aardbeien erop en dan kunnen we eten. Oh, nice. Schat, je hebt het geweldig gedaan. Ja. Het eten wat hier staat. En dames en heren, zet je schap, bereid je voor. Doe je gordel om als je in de auto zit. En als je die al om had, heel goed. Doe weer af. Oh, nee. Nee. Oké, let op. Let op. Let op. Oh! Dames en heren, de school. Oh yeah. Je ziet nog wat. Wow. De school komt eraf. Ja. Leg neer, straks breekt hij en dan is het. Oh, ik leg hem snel weer neer. Aardappeltjes, heerlijke salade. Dit is geen garnalencocktail, maar een salmcocktail. Als ik het goed heb, mevrouw. Yes, sir. Even een mooie shot maken met de kaars en zo. Oeh. Oftewel, wij gaan heerlijk genieten met z'n tweeën. Even romantisch eten. Als een baas. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Oi, 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 oi. We hebben genoten van het eten. Ondertussen ben ik alweer een half uurtje op de computer bezig. En ik krijg nu toch iets voorgeschoteld. Wat ongelooflijk lekker gaat worden. Dat weet ik 100% zeker. D heeft het vaker gemaakt. En ik wilde een hapje nemen, maar ik heb me ingehouden. En ik wilde het eerst even laten zien op film. Dankjewel, D. Alsjeblieft. Yeah. Minecraft video. Mwah! Helemaal perfect. Ik ben super blij met de opname die dus net is geweest. Ik heb hem ook meteen even in de render gezet. En... Oké, genoeg gespeeld. Wow, het is echt heel donker. Je ziet alleen nog maar de kerstboom. Wat is die mooi in het donker. Maar ook de kerstboom gaat uit. Nu staat alleen nog de kleine kerstboom aan. En die gaat ook, dames en heren, uit. Ik duik namelijk mijn bedje in. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik ga nog heerlijk eventjes met D kletsen. En dan zit de dag erop. En natuurlijk eventjes tandjes poetsen. En ik kan jullie vertellen dat ik morgen iets ongelooflijks vets ga doen. Ik heb er heel erg veel zin in. Ga jullie morgen zien in de vlog. Voor nu laat ik het hierbij. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem vet. Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol Power.